Basies, super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. En vandaag heb ik voor jullie een extra video. Woehoe! Q&A. We hebben dus vandaag een Q&A omdat ik had een extra vrije dag en het regende keihard vanochtend. En ik had echt zo'n inzakker. En toen dacht ik, het is super leuk om voor jullie vragen te beantwoorden die jullie hebben gesteld. Dus ik heb op Instagram gevraagd of jullie vragen wilden stellen voor een Q&A. En dat hebben jullie gedaan. En echt super veel reacties zijn er binnengekomen. Maar als jullie deze video nu al leuk vinden, doen jullie duimpjes omhoog. Laten we gaan voor de 3804 likes. Oh ja, en volg me natuurlijk ook op social media. En laten we al snel beginnen. Let's go! Ik heb heel veel vragen binnengekregen. Dus als jouw vraag er niet tussen zit, het spijt me super erg. Ik ga ook niet een heel verhaal bij de vraag erbij vertellen, want dan duurt het te lang en ik wil zoveel mogelijk vragen beantwoorden. Sanne-Quinty vraagt, liever glitterpoepen of regenboogspugen? Regenboogspugen, sowieso. NinaX.D vraagt, hoe reageren kinderen op school over YouTube? Eigenlijk tot nu toe wel heel leuk, maar soms word ik wel eens nageroepen of zo. Maar ik denk dat het wel een beetje erger wordt op de middelbare school. Maar daar hoef ik me nu nog niet druk over te maken. KXS-Floortje vraagt, zou je naar het buitenland willen verhuizen en waar naartoe? Ik zou wel naar het buitenland willen verhuizen als het zou moeten. En dan zou ik naar Curaçao gaan of zo, want dan spreken ze wel nog Nederlands. Dus nog een beetje het Nederlandse gevoel erin houden. Jenee-Moos vraagt, heb je huisdieren? Nee, want ik ben allergisch voor alle dieren met haren. Maar gelukkig zijn er ook honden met haar waar ik niet allergisch voor ben. X-S-Meetje-X vraagt, heb je een beugel gehad? Nee. Iris Bo Mani XI vraagt, heb je liever wil je liever een eenhoorn zijn of een als huisdier hebben? Nou, sowieso een als huisdier hebben, want ik heb laatst gelezen in de krant, in zoiets voor tieners, had ik gelezen dat als je een hoorn van een eenhoorn aanraakt, dat je dan een wens kan doen en dat die dan uitkomt. Dat als ik een eenhoorn heb, dan kan ik allemaal wensen uitkomen en dan kan ik me lekker verzorgen en ik ben heel erg... En ik heb een unicorn shirt en een bed en knuffel en yay! Linde van den Broek vraagt, hoe lang ben je? Ik ben 1,60 meter. IamSarah.L vraagt, wat vind je het mooiste aan jezelf? Dat vind ik een hele moeilijke vraag. Maar ik denk dat als ik zou mogen kiezen, denk ik, ik vind mijn haar zelf wel heel mooi. Ik ben heel blij met de kleur en met de lengte. En het is niet per se iets, dit wat ik nu ga zeggen, is niet per se iets wat ik zelf echt het allermooiste vind van mezelf. Maar waar ik wel heel veel complimentjes over krijg, is mijn ogen. Katte Meijer vraagt, gaan school en YouTube goed samen en hoe doe je het zelf? Soms is het nog wel eens moeilijk als ik bijvoorbeeld een wiskundetoets heb of zo. Maar ik denk dat als ik toetsenweek krijg, dat het toch wel veel erger wordt. Maar tot nu toe kan ik het heel goed combineren. En meestal neem ik mijn video's toch op een vrije woensdagmiddag of in het weekend. Maar als ik naar de middelbare school ga, heb ik geen vrije woensdagmiddag meer. Maar ja, Yvette Roy, als ik het zo zeg, sorry als ik het verkeerd uitspreek. Noem 3 dingen die je nog wilt doen in je leven. Unicorn ontmoeten. Ik wil... dat vind ik moeilijk. Ik wil nog een keer naar concert van K3. En ik wil... Ariana Grande ontmoeten. Yeah. Oké. Sam-10x. Wil je een keer een musical video maken? Musical video maken. Tuurlijk! Dat vind ik super leuk. Dus misschien binnenkort. Anouk Jansen XX vraagt, wat vinden je ouders van YouTube kanaal? Nou, mijn moeder die steunt er echt heel veel in. Mijn vader die vindt het soms ook wel heel raar. Als het dan bijvoorbeeld laatst kwam ik tijdens
kijkers tegen in de action. En die vonden het toch wel, ja, mijn vader had zoiets van... Nikki.b05 vraagt, wie is jouw idool? Ik doe even van YouTube. En mijn idool van YouTube zijn eigenlijk idolen. En dat is eigenlijk toch wel StukTV, want ik vind StukTV echt zo vet. En Dylan Hagens en Furtje, maar StukTV het meest. Mike Brander 31 vraagt, waar hou je het meest van? Chocola, unicorns, kruimelvlaai. En van mijn ouders, sorry mama. Mama staat achter de camera. En van mijn familie. Oeps. HiDX Insta vraagt, wat zou je willen veranderen aan de wereld en hoe ziet het er dan over 10 jaar uit? En je bent een top YouTuber. Dankjewel. Wat zou ik willen veranderen aan de wereld? Dat niet de wereld zoveel macht wil hebben en niet zoveel hebzucht. Zo van, dit is van mij, ik ben de baas. Zo dat. En hoe zou de wereld er over 10 jaar uitzien? Ik denk, niet meer zo mooi als nu. Ik denk dat het een stuk warmer is. Dat er heel veel robots zijn en zo van die dingen. Maar daar hoef ik nu nog niet aan te denken. XX Lori vraagt, wat is je lievelingsdier, unicorn? Linsan M02, YouTube of Musical.ly? Ik denk YouTube, want ik vind, ja, met YouTube ben ik toch wel echt begonnen. Dit vind ik toch wel een hele interessante vraag. XFX-SXX vraagt, wat vind je van de geloof islam? Ik vind het eigenlijk toch wel een heel mooi geloof. Ik weet niet waarom, maar ik vind al die dingen die erbij komen kijken, zoals bijvoorbeeld suikerfeest en hoe noem je dat ook alweer? Ja, zodat je moet vasten. Dat vind ik toch wel heel erg... Ja, ik vind het een heel interessant geloof en ik denk ook wel een heel mooi geloof. Isabel W. Ulms vraagt, wat zou je nou ooit nog een keer willen doen in je leven? Ik denk zo parachute springen, dat vind ik heel vet. En of een unicorn rijden. Dat vind ik echt raar dat ik het zeg, maar ja. Esmee, laagstripje Pilat vraagt, wat is je droomvakantie? Ik denk, ja, het klinkt heel stom, maar ik denk dat ik een keer ergens in een heel ver land, zo zou ik wel eens willen zeilen. Dat zou toch wel echt mijn droomvakantie zijn. Maar ik heb nog niet mijn diploma voor op zee te zeilen. Dus ja. Ik heb wel voor op de Maas en zo, maar. B-streepje Chelsea X vraagt knot of vlecht. En ze zegt, staan je allebei goed? Dankjewel. En ik denk een knot. Want ik heb laagjes in mijn haar, dus dan steek ik er altijd zoveel die plukjes uit. Dus denk een knot, want dan is het ook weg. Lore.berger. 2005 vraag, draag je elke dag make-up? Nou, in de weekenden niet altijd, maar overdag en de schooldagen eigenlijk wel. En ik vind het ook helemaal niet erg, want ik vind het gewoon leuk om op te doen. Niet dat ik het per se nodig heb, maar ik vind het gewoon leuk. S-place vraagt, wat vind je het leukst aan YouTube? Dat ik, het is echt een soort van soms een uitlaatklep. Als ik bijvoorbeeld mijn moeder of zo, als ik dan ruzie met haar heb gehad. Maar dan staat ze toch weer achter de camera, dus dan moet ik het toch weer goed maken. Het slaat echt nergens op wat ik nu zeg. En ik vind het gewoon leuk dat je video's kan maken wat jij leuk vindt. Feline Ever laagstreepje vraagt, liever een bad met modder of een bad met zand? Een bad met modder, want dat is 1. heel goed voor je huid. En 2. een bad met zand, dat gaat overal zitten, zelfs op plekjes waar de zon niet schijnt. Oh, dat doet pijn, denk ik. En dat schuurt. Oh. De wie braaf de zeeman? Dat weet ik niet. Ik kom bijna nooit in alle twee. De wie braaf de zeeman? Dat weet ik veel. Dit waren zo'n beetje de vragen. Ik hoop dat jullie deze video een beetje leuk vonden om te kijken. En als jullie dat nu vonden, doen jullie duimpjes omhoog. Liken, abonneren, reageren. Laat in de reacties weten. Jij misschien iets merkt aan deze video. En ik hoop dat ik zie jullie de volgende keer weer. Doei doei! Veel kusjes van Emma. Mwah, mwah, mwah.